Hallo allemaal en welkom bij de vierde kit. Is dit volgens mij al van Scrap Delight. En deze kit heet Little Things in Life. En ik ga met jullie uitpakken. Ik heb de Scrap Kit. Ik heb geen add-ons. Sorry voor het vuurwerk. Wanneer ik dit opneem is het 30 december. En dan mag je overal vuurwerk afsteken hier. En hier in de buurt knallen ze goed. Dus dat hoor je. Ik heb ook het stempelabonnement. Daar zou ik later nog een blog over maken op mijn... op mijn pagina. Want die is nog niet binnen. En de puffy stickers zijn ook niet binnengekomen. Laten we beginnen bij het papier. Dit is een papier met allemaal mooie letters. En het is een beetje navy blauw, zwartachtig. Dan een hele mooie. En deze heet Little Stories. En op de achterkant een hele mooie vakjes. Geometrische indeling. Heel mooi. Ook dat paarse kleurtje is echt heel erg mooi. Deze heet Veld of Flowers. Met mooie bloemen. En op de achterkant deze. En deze had ik al in de video gezien van Michelle. En ik vind deze echt helemaal geweldig. Echt heel erg mooi. Dan hebben we I Chose You. Een mooi mintgroen kleurtje met vallende bladeren. En deze mooie pijlen. En dit is een beetje dat grijs. Maar kijk, als je deze twee al combineert, is dat alweer heel mooi. Deze heet The Good Life. En dan hebben ze allemaal spreuken. Real life, moment like this. Deze kun je natuurlijk ook leuk uitknippen, maar ook verwerken in hun dingen. En deze zijn halve maantjes. En die vind ik ook echt heel erg leuk. Love Life, driehoekjes. Ook leuk. En dan weer leuk die schoollijntjes. En op de achterkant, witte stipjes. Ik moet hier denken aan regen. Met dat mooie blauw kleurtje. Maar die past daar natuurlijk ook weer heel mooi bij. Dus er komen nu allemaal ideeën in mijn hoofd. You plus me. Het is groen met witte plusjes. En op de achterkant leuke driehoekjes. Ook heel mooi. Rondjes. It's in the stars. Maar sommige rondjes zijn leeg van binnen en sommige zijn gevuld. En op de achterkant een sterrenstelsel met blauw. Little Blossom. Allemaal mooie bloemetjes. En hele fijne mooie bloemetjes met de kleur paars. Echt heel erg mooi. En nog weer een geometrische. Ook heel mooi. Capture Life met allemaal leuke fotocameraatjes. Ik denk dat ik er een paar uit ga knippen en ga gebruiken als embellishment. En deze met vlekken, zal ik maar zeggen. Ik weet ook niet zo goed hoe ik het moet beschrijven. Ook heel mooi. Die kleuren zijn echt heel erg mooi van deze week. Deze maand van de kit. En dit zijn allemaal nog spreuken. En dit zijn 3x3 kaartjes. En op de achterkant ook. Dus het papier is alweer heel erg mooi. Ik heb ook de... van Nuvo de embossingpoeder besteld. En dan in de kleuren lila en blauw. Maar die zul je in mijn video's ook zeker terugkomen. Dan krijgen we een setje alfabet stickers. En dit is de Celebrate serie. Dus een beetje de vrolijke letters. Niet de strakke. En dit zijn de grijze kleur. Ik hoop dat jullie het goed kunnen zien. Dan zitten er 3 setjes puffy stickers in. 1 setje heb ik dan nog niet binnen. Dat zijn deze. En ik vind deze kleuren echt heel erg mooi. Maar ook die heksengrond. Deze is echt heel erg leuk. En er zit een setje enameldotjes. En dat zijn natuurlijk dezelfde kleuren als in de kit. Ook weer heel mooi. Dan hebben we een setje labels. En je krijgt altijd heel veel labels bij de kit. En ik kan er ook steeds meer graken mee aan de gang. Ik zal ze allemaal even uitpakken. Dat is dan weer leuk om te zien. Ik neem deze video nu al op. Want de kit komt volgens mij 7 januari online. Dus deze video ook pas. Maar omdat ik een docent ben van Scrap Delight. En ook video's maak voor hun media. Krijg ik de kit altijd eerder. En dan pak ik hem eigenlijk gelijk uit. Zodat ik het kan filmen. Want daarna anders krijg je halve pagina's. En dan is het ook niet leuk. Dit zijn de die cuts. Little things. Een mooie tak. Nog een mooie tak. Een bloem. Ik vind die bloemen echt heel erg leuk. Een chevron. Ook nog leuke labels. Hier kun je natuurlijk leuk de datum op stempelen. Hello today. Mooie pijl. Mooie tak. Nog meer mooie pijlen. Nog meer hartjes. Capture life. Een pijl. Nog een pijl. Chevron. This moment. En de bloemen. Nog een bloem. Echt heel erg mooi. Ik vind de kleuren echt mooi deze kit.
Heel mooi en rustig. En er zitten 3 rolletjes washi tape bij van Little Miss Evie. En dat is een paarse kleur, een beetje groenige kleur en zwart-wit gestreept. Dit is een scrap kit. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Doe dan een duimpje omhoog. En binnenkort komt er met deze kit een video online. Doeg!